Hallo lieve schatten, welkom bij een nieuwe vlog waarin ik in ieder geval heel veel uit te zoeken en op te ruimen heb. Gisteren hebben we de grote verhuisdag gehad, er staat ook een aparte video van online als het allemaal goed is en goed gaat. In principe zijn dus al onze spullen over. We hebben ook al een aantal dozen uitgepakt, er zijn er een aantal half uitgepakt, er zijn er nog een aantal dicht. Dus dat ga ik vandaag tackelen, want het lijkt me wel lekker als we vanavond gewoon normaal aan de eettafel kunnen zitten, een beetje normaal in de keuken, avondeten kunnen maken en morgen komt een bank. Dus het zou wel fijn zijn als er dan überhaupt een beetje ruimte voor is, hè? Echt super leuk dat je weer kijkt. Let's do this. Eén doos die half uitgepakt was, was een beetje kleding van bed. Dus die is nu helemaal uitgepakt. Dan ga ik nu aan de slag met kleding, et cetera, van mezelf. Ik weet in ieder geval dat in deze 5 dozen kleding, et cetera, van mij zit. Dus dat moet toch wel een beetje uitmaken, zeg maar, hier in het geheel qua dozen. Zo, en wat we in ieder geval hebben afgesproken om, zeg maar, de chaos een beetje te beperken, is dat we het hier op de slaapkamer, dat dat onze ruimte wordt waar we geen verhuisdozen en zo hebben staan. Natuurlijk wel nu, als ik dit moet uitpakken. Maar voor de rest kunnen we ons hier dus een beetje terugtrekken. En is dit eigenlijk de enige ruimte die er een beetje normaal uitziet. Dus misschien wel een tip, mocht je toevallig ook aan het verhuizen zijn. Oké, 5 verhuisdozen van mij. Verder heb ik denk ik al mijn kleding en schoenen, wat ik in mijn kast had, weer in mijn kast gehangen, gezet, gelegd. En nu ga ik eventjes verder met de keuken opruimen en kijken of er nog meer dingen in dozen zitten die thuis horen in keukenkastjes. Maar eerst ga ik eventjes pauze houden in de zon met een kwarkje, wat water. En ik heb een laptop bij me, dus daarop staat een YouTube video aan. Zo lekker. Oké, alle dingen die niet in de keuken horen heb ik eventjes ergens anders neergelegd. En nu ga ik de vaatwas eruit ruimen. En dat is zo grappig omdat het nu nog nieuw is voor ons. Of weer opnieuw nieuw. Toen ik thuis woonde hadden we een vaatwas. Maar toen ik samen ging wonen, dus 3,5 jaar niet meer. Maar dan is dat nu nog een soort van leuk. Maar dat gaat vast op een zeker moment wennen. Maar goed, voor nu ga ik dus de vaatwas eruit ruimen. En vijf vaat er weer in doen. De keuken is goed gekeurd om eten te maken. Het is de volgende dag en ik stond op het punt te douchen en toen werd er aangebeld. Look who's here. Dus we gaan eventjes de mini pootjes eronder doen en dan kunnen we hem voor nu daar zetten. Maar het wordt dus echt nog eventjes kijken en zoeken hoe we nou alles hier in willen richten, zeg maar. Want het kan net zo goed dat de bank halverwege dit raam eindigt en dat de tv daar komt. Maar voor nu denken we daar de bank, daar de tv. Meubels zit hier namelijk ook al onder verstopt, maar ja, we gaan het zien. Oké, ik heb mezelf klaargemaakt voor de rest van de dag. Maar we hebben hier nog helemaal onze schroevendraaier niet en zo. Dus morgen komt Pet's moeder samen met zijn broertje en zijn zusje volgens mij op bezoek. Die gaan dat meenemen, zodat we de pootjes onder de bank kunnen monteren. Maar we zijn dus uiteindelijk voor bank gegaan van Sofa Company, de Paula. Dus wat ik al liet zien in 2 verhuisvlogs terug, denk ik, met afgeronde vormen en dus een witte boucle stof. En we moeten hem vanavond hiermee insprayen. En dan zou die gewoon heel erg goed tegen water, et cetera, moeten kunnen. Deze kregen we er trouwens gratis bij, omdat we hem in de winkel hebben gekocht. Maar 2 zitbank. Ja, hij is alsnog best wel ruim. En we zijn er allebei echt heel erg verliefd op. Het enige is dat als je nieuwe donkere jeans hebt, dat kan dan zeg maar wel hier allemaal af gaan geven als je daarmee erop gaat zitten. Dus dat is eigenlijk het enige waarmee je op moet passen. Maar echt heel erg blij dat we voor een lichte bank zijn gegaan. Die moet nog een plekje krijgen. Dat moet dus eigenlijk nog weg. Maar het is wel het idee om hier ongeveer de eettafel te zetten. Zeg maar ongeacht hoe we het hier uiteindelijk in gaan delen. Lekker zonnetje. Maar ja, deze hebben we natuurlijk gewoon nog meegenomen uit onze vorige woning. En zwarte stoelen willen we het liefst ook weg doen. Want dat past er eigenlijk niet helemaal bij. Maar goed, het is zaterdag. Super lekker weer. Dus we gaan even naar buiten. Heel veel zin in. We zijn de Casa ingelopen en ik heb dus een keer in een perspakketje
zo'n bord gekregen. En die vinden we eigenlijk wel heel leuk. Die zijn dus blijkbaar hiervan. Die kosten 8 euro per stuk. En ook dit bestek. Hier hebben we dan 2 setjes van. Maar dat is eigenlijk ons lievelingsbestek. Die pakken we er altijd bij voor het avondeten. Dus dit ga ik eventjes onthouden. Deze ga ik in ieder geval wel straks afrekenen. Dat is handig voor het spoelen van je rijst bijvoorbeeld. We hebben nu alleen een wat groter vergiet en daar valt het natuurlijk doorheen. Er zijn hier ook best wel wat vloerkleden. En ik vind deze er wel leuk uitzien. Dus dat gaan we even in de gaten houden. Kijken of ze online ook dit allemaal hebben staan. Even vergelijken met andere websites. We zijn even aan het kijken voor plakfolie voor bij onze voordeur. We denken dat we gewoon voor eentje gaan die het alleen een beetje wazig maakt. Inmiddels is het zondag en Pets familie is net geweest en we hebben een barbecue. Echt super leuk, super lief. Maar ze hebben ook schroevendraaiers meegenomen. Dus we kunnen de poten onder de bank monteren. En dat is niet de enige update. Als we namelijk de deur naar de berging open doen. Dan hebben we hier de wasmachine. Die is net helemaal naar boven gebracht. Netjes op plek gezet en aangesloten. En die draait nu dus een eerste wasje zonder dat er zeg maar iets in zit. Om even door te spoelen. En dan kunnen we straks onze eerste wasjes draaien. Dus dat is echt super chill. De bank hebben we dus trouwens ook ingespreid. En ook dit staaltje. En toen heb ik hier gisteren het pet water overheen laten lopen. En ook limonade. En het glijdt er allemaal netjes af. Dus dat is fijn. En deze super kleine dingetjes zijn dus de pootjes voor onder de bank. Inmiddels hangen de eerste dingen aan de waslijn. Maar de wasmachine is dus vandaag bezorgd en ook geïnstalleerd. En nu is het nat op de grond. Dus we zijn het aan het droog maken. Misschien moeten we hem ook even helemaal naar voren proberen te schuiven. Even kijken hoe... thank god dat dit gewoon een tegelvloer is ook. Fokt op, het is helemaal... Oh ja, ik had helemaal ergens gesneden. Hierachter, hieronder, gewoon helemaal nat. Het is blijkbaar wasmachine monteur. Ik vind dat zo grappig. We zijn natuurlijk al hiervoor een keer gaan samenwonen en nu weer verhuisd samen. Maar soms verbaas ik me gewoon over die dingen die hij ineens ziet of waar hij dan verstand van heeft. En ik denk, hoe kom je aan deze kennis en info? Tenminste, we denken nu dat het opgelost is. Dat er iets niet goed zat met de slangen. En dat klinkt best logisch, toch? Maar ik ga er nu de laatste was in doen. Startuitstel voor het eerst gebruiken. Denk ik dat het logisch is. En dat ik het dan morgenochtend er allemaal uit kan halen. Dus ik hoop dat het allemaal blijft werken. Inmiddels is het dinsdag. En laten we even bijpraten. Ik weet trouwens niet of het opvalt. Maar ik heb vanmorgen tijdens de douche weer even zo'n kleurmasker in mijn haar gedaan. Ik dacht misschien dat dat mijn haar er weer eventjes wat beter uitzien. Want ik merk nog steeds dat door het stoppen van de pil ik echt last heb van haaruitval. Tenminste, ik zag laatst ook omdat ik veel mezelf van de achterkant. Nou, toevallig staat die spiegel hierachter. Ik weet niet of dat een beetje helpt, maar er is gewoon echt in de lengtes niet meer heel veel haar over. En als ik het zo naar de zijkant doe, dan denk ik ja, als ik dat ook nog aan deze kant had, zou ik het ook nog steeds weinig haar vinden. Maar ja, het is dus blijkbaar helaas echt een veel voorkomende bijwerking wanneer vrouwen stoppen met de pil. En aangezien ik gewoon heel lang aan de pil zat, ga ik het echt de tijd geven en het zo goed mogelijk verzorgen en hopen dat het teruggroeit. Ik zit er wel aan te denken om misschien een beetje van de lengte van mijn haar af te halen. Dat misschien een beetje helpt met het er wat voller uit te laten zien. En dat ik er misschien weer wat meer mee kan. Maar ja, ik merk dat ik er echt wel een beetje over inziet. En dan altijd als ik zeg maar dit soort dingen vertel, terwijl ik aan het filmen ben, dan denk ik ja, het maakt toch allemaal niet zoveel uit. En ook zeg maar hoe goed ik me nu voel sinds ik gestopt ben met de pil. Daar weegt dat echt niet tegen op. Ook mijn onzuivere huid erbij. Ik voel me gewoon zoveel beter. En ik hoop gewoon echt dat het allemaal een beetje bijtrekt op een gegeven moment. Ik droeg sowieso vaak mijn haar opgestoken. Want het zit heel erg lekker. Maar het is nu dus echt helemaal mijn go-to kapsel geworden. En nou ja, dit ziet er altijd een beetje bijzonder uit. Maar ik ga mezelf even klaarmaken voor de dag. Skincare is al gedaan. En ik heb deze primer eventjes opengeknipt. Dus daar ga ik nog een beetje uitvissen. En eventjes een basis leggen. Maar ik had wel zin om eventjes bij te praten. Ik merk dat ik heel erg een beetje in mijn hoofd zit de laatste tijd. Ik niet zo goed weet hoe ik me moet voelen. Want er komt gewoon heel veel op me af door die verhuizing.
En ik heb het idee dat ik dan een beetje dicht sla. Dus misschien komt dit ook echt als een niet aan elkaar geknoopt warrig verhaal over. Ja, ik ben natuurlijk voor het grootste gedeelte echt heel erg blij. Maar ik voel me ook super onrustig. Omdat nog niet alles een plekje heeft. Dingen kunnen ook nog niet allemaal een plekje hebben. Want we moeten bijvoorbeeld nog bepaalde dingen ophangen. Kastjes neerzetten. Ja, en naast dat, al zou alles een plek hebben, alles is hier gewoon anders. Dus waar ik eerst alles binnenste buiten wist en met mijn ogen dicht kon doen. En 's nachts alles wist te vinden, zeg maar. Is het hier gewoon eventjes zoeken. We hebben meer kamers. We hebben überhaupt kamers. Dat besefte ik ineens laatst. Van, we slapen nu in een slaapkamer. Dat hadden we eerst helemaal niet, omdat we in de studio leefden. En natuurlijk wel een beetje het idee van een slaapkamer, maar niet een afgesloten ruimte. Dus ik heb nu ook mijn spullen verspreid over een aantal verzorgingsdingen horen echt in de badkamer. Een aantal dingen staan hier. Ik zal dit straks trouwens wel eventjes laten zien. Maar de ladekast met een beetje voorradige verzorgingsproducten staat weer op de slaapkamer. We hebben wel gewoon gemerkt dat we het fijn vinden om dingen in ieder geval uit te pakken en neer te zetten. En mochten indelingen willen veranderen en dingen toch ergens anders neer willen zetten, dan kan dat altijd nog. Maar dan is het in ieder geval maar uit dozen en dan kunnen we het gebruiken. Met de bank zijn we trouwens echt heel erg blij. We vinden hem allebei echt super leuk en hij past gewoon heel goed in de ruimte. We vinden het wel heel lastig om een leuke eettafel te vinden. En aangezien we nu gewoon eentje mee hebben, gebruiken we die gewoon. We zijn best wel op veel verschillende plekken rond aan het kijken. Ik merk ook heel erg, als ik Instagram stories kijk, dat er soms zo'n reclame natuurlijk voorbij komt. En dat zijn allemaal interieurdingen de laatste tijd. Maar dan echt prachtige dingen, maar zo duur. En ik heb wel echt al hele leuke stoelen gezien. Maar het is wel, denk ik, handiger om eerst een tafel te hebben en dan pas naar stoelen te kijken. We weten echt niet zo goed welke kant we daarmee op willen. Of we voor een houtdoektafel willen gaan. Of marmer iets. Of in de richting van, zeg maar, steen. Oké, inmiddels ben ik even een concealer aan het blenden. Maar ik vind de verhuisvlogs echt heel erg leuk om te filmen. Alleen ik merk wel dat, eigenlijk onbedoeld, ik in principe gewoon de grote gebeurtenissen en de highlights een beetje film. En ik merk ook wel dat ik echt mijn rustmomenten tussendoor moet pakken. Omdat er gewoon zoveel op je afkomt. Maar we zijn dus best wel snel overgegaan hier naartoe. En we wilden natuurlijk sowieso naar Haarlem verhuizen. Maar ik denk dat ik dat nu wel kan zeggen. Want we wonen toch niet meer in die vorige woning. We hadden daar gewoon echt heel veel overlast op een gegeven moment van nieuwe buren. En het is daar gewoon heel gehoorig. We waren gisteren weer voor het eerst sinds de grote verhuisdag heen. En dan merk je dus ineens hoe rustig je hier zit. Ondanks dat we op een drukkere plek wonen. Het is hier gewoon veel beter geïsoleerd. Maar op een gegeven moment hadden we een buurjongen waar we op meerdere vlakken overlast van hadden. En andere buren ook. En natuurlijk op aangesproken. Maar het gewoon altijd, eigenlijk elke avond, vrienden over de vloer tot 's nachts. En onze nachtrust ging er gewoon aan. Dus het is hier nog niet helemaal af. Maar we dachten liever eventjes tussen de chaos zitten, maar wel kunnen slapen. En het is echt niets normaal. Wat voor wereld van verschil dat is, hoe lekker we hier slapen. Natuurlijk doen we ook veel controle op je af, dus je bent ook moe, waardoor je waarschijnlijk lekkerder slaapt. Maar het is hier gewoon, ondanks dat het chaotisch is en alles nog niet helemaal comfortabel is, wel comfortabeler. En de douche hier is ook zo lekker. En we zijn echt blij en ook goed dat we de keuze gemaakt hebben om in principe best wel snel alle spullen hier te hebben. En we kunnen nu gewoon op ons gemakje alles uitpakken, alles een plekje geven. En de verhuizing valt natuurlijk best wel gelijk met dat het ineens weer zulk lekker weer is. En ja, dat we nu dus ook een buitenruimte hebben. En dat was dus eigenlijk geen pre in onze huizenjacht, maar zo blij dat we het hebben. Ik heb daar al zo vaak lekker gezeten en ook samen met Pat en ook met mensen die op bezoek zijn geweest. En ik heb er gewoon letterlijk ook al in mijn bikini gelegen, omdat het natuurlijk, het is best wel uit de wind. Dus het voelt daar gewoon veel warmer dan dat het is qua temperatuur buiten. Dus echt heel erg lekker. Als iemand daar nog tips voor heeft voor, zeg maar, buitenmeubilair of wat leuk is om te doen, laat het vooral weten. Misschien, ik zat na te denken over in één hoekje misschien iets van een kistje waar je buitenspullen in op kan bergen. Kleedjes en kussentjes en zo. En dat je die kussens neerzet en daar misschien bovenop ook een kussentje kan doen. Zodat het ook een soort bankje is waar je op kan zitten. Maar
Ik heb daar nog nooit voor hoeven kijken, dus ik weet niet zo goed wat aanraders of misschien afraders zijn qua winkels of webshops. Goed, ik hoop echt met Pet even de komende dagen schouders eronder te zetten en de laatste dozen uit te pakken. Maar het is zo chill ook hoeveel ruimte we hier hebben, überhaupt natuurlijk qua vierkante meters, maar ook dus dat we een hok hebben met de wasmachine waar je wat opbergruimte in hebt. We hebben die gangkast waar we een garderobe van gaan maken. Daar hebben we nu een stang voor. We hebben beneden nog een berging. En hiervoor hadden we dus die hele kleine ruimte naast de deur naar de badkamer in onze vorige woning. Waar het dus helemaal niet zo heel handig is, waar je wel spullen kwijt kon. Maar toen moest je er echt in soort van kruipen. En we hadden een gezamenlijke berging waar we dus alleen allebei onze fiets hadden staan. Die fiets heb ik daar amper gebruikt. Ik denk dat die hier vaker van pas gaat komen. Oh ja, en naast dat je zeg maar fysiek hier meer te doen hebt, zijn er ook 200 thuisbezorgrestaurants. Dus dat is wel heel erg leuk. En ook leuk voor mukbangs denk ik. Maar je hebt hier ook allemaal van die services. Dat je boodschappen super snel... kan laten bezorgen. Weet ik veel. Je kan hier gewoon zoveel too good to go. Zit hier ook. Oh, zoveel zin om dat een keer te doen. Dat heb ik nog nooit gedaan. Ik denk dat ik me vandaag en de komende dagen even ga focussen op het hier wat opgeruimder maken. Wat meer dingen uitpakken. En wat wilde ik nou zeggen? Ik moet me ook eventjes focussen op meal preppen. Want ik merk gewoon dat ik chaotisch door het leven ga. En ik moet gewoon eventjes mijn rust pakken. En er valt hier heel veel te doen. Ik weet niet wat je bedoelt met... Maar ik moet gewoon even rust creëren. Denk ik de komende dagen. Ik heb geen idee meer wat ik aan het vertellen ben. Ik ga in ieder geval mijn make-up eventjes afmaken. En een geurtje opdoen. Ik heb echt de laatste tijd heel veel zin in deze. Misschien omdat het zo lekker weer is. En er zijn sommige mensen, of tenminste, dat is altijd met parfum. Maar er zijn mensen die deze dus echt vies vinden. En het naar oude vrouwen vinden ruiken en zonnebrand. Maar dat klopt eigenlijk ook wel. Maar ik vind het wel lekker. Oké, ik wilde dus aan de slag voor de gezonde appelkaneelmuffins die ik in een ver verleden maakte. Voordat ik in mijn baked oats fase kwam. Waar ik nu denk ik door de verhuizing een beetje uit ben. Maar de spelbloem was laatst uitverkocht. Dus die hebben we nu niet in huis. Dus ik dacht, nou ik ga even op Gorilla's kijken. Maar ik had het gisteren gedownload. En elke keer als ik dingen zoek, dan komen er hele andere dingen naar boven. Zoals nu zoek ik op bloem. En dan krijg ik eerst 3 soorten boter. Dan honing. Dan een chocoladepaashaas. Hoe werkt dit? Ik snap het niet. Kijk, je hebt ook wel dat je in bepaalde categorieën kan zoeken. Oké, dat werkt denk ik wel wat beter. Maar er zit niet tussen wat ik zoek. Dus ik ga even nadenken wat handig is om te doen. Oké, ik heb inmiddels ergens anders besteld. En het is klaar om opgepikt te worden. Dus ik ben benieuwd hoe laat er is en zo. Maar dat gaan we straks zien. Voor nu ga ik in ieder geval dit laatste beetje sushi rijst alvast eventjes maken. Ik sta hier alvast mijn mengseltje wat ik tot nu toe kon maken te roeren. En er staat dus dat het 3 minuten geleden bezorgd is. Maar er is niet aangebeld, staat bij de deur. Dus ik ga even beneden kijken. Er is geen bezorger te bekennen. Er staat niks in de gang. Nog wel wat in de briefbus. Oké, gelukkig werd er even later toch aangebeld. Heeft er iets langer dan een half uurtje over gedaan. Ja, ik vind het echt prima. Let me know of jij wel eens van zo'n service gebruik hebt gemaakt. Of het aan te raden is of niet. Want er was natuurlijk commotie over die ontzettende werkdruk. Maar volgens mij is nu overal de bezorg... tijd wel verbreed. In ieder geval, ik zag mij nou ook de hele tijd opschuiven. Net er stond, toen ik dingen in mijn winkelmandje aan het doen was 17 minuten. En het werd steeds meer. En toen ik bestelde, stond er volgens mij 20. En uiteindelijk heeft het er dus 35 minuten over gedaan. Maar wat ik heb besteld, en het is gewoon handig om in huis te hebben. Frietjes en frikandellen. Wat avocado's dus voor de mogelijke sushi bowls deze week. Limoentjes, zodat ik guacamole ook kan maken. Udon noodles, die waren hier trouwens echt veel goedkoper dan bij de Albert Heijn. Wat zalm. Sommige dingen waren dus wat goedkoper dan ik gewend ben. Andere dingen wat duurder. Paprika was ook goedkoper. Er was wel heel veel niet op voorraad. Dus vandaar de wat apartere friet. Want heel veel diepvries was sowieso uitverkocht. En een aantal andere dingen die ik zocht ook. Dus nu heb ik bijvoorbeeld ook Alpro Barista glutenvrije havermelk. Terwijl ik heb eigenlijk altijd Alpro Barista soja. En er was geen speldbloem, maar dat is sowieso volgens mij niet op superveel plekken te koop. Dus voor nu de appelkaneelmuffins heb ik gewoon tarwebloem voor. Dat kan ik erbij doen en is volgens mij mijn beslag daarvoor klaar. Oven is voorverwarmd. Dit is dus klaar om erin te gaan. En de rijst is ook helemaal klaar met koken. Dus
Super chill. Oké, muffins staan in de oven. De keuken is er opgeruimd en de vaat was er staat aan. En dit is hier dus tot nu toe de chill setup. Omdat we ook nog natuurlijk niet tv kunnen kijken en zo. Maar kijk, kan ik dus gewoon zo alsnog lekker vanaf de bank even zitten kijken. Het is weer thuis en kijk deze man gaan. Ik denk wel dat we goed plakplastic ook hebben uitgekozen. Ja. Maakt het echt goed wazig. Ik heb eventjes wat warmers aangedaan. Het is echt altijd een wereld van verschil overdag. Met die ramen vooral in de woonkamer. En dan dus vervolgens als de zon weer een beetje weg is. Het is nu 8 uur. En ik dacht, misschien kan ik deze been in de gang zetten. Want de plek ervoor wordt dus waarschijnlijk hier. Dus nu kunnen we meer in peace. 'S Dags bijvoorbeeld naar de wc. En dat hebben jullie niet kunnen zien. Maar misschien dat we ons dan wel gaan schrikken van de reflectie. Van jezelf. Het spiegelbeeld. Ja. Maar ik denk dat het wel een mooie plek is. Ik ook. Maar en misschien, zeg maar. Ik wou zeggen, misschien moeten we hem ophangen. Ja, maar misschien dat dat wel mooi is. Maar we kunnen het gewoon eerst even uitproberen of we dit dan een chille plek vinden. Maar dit is natuurlijk, kan het best wel donker zijn als je alle deuren dicht hebt. Dus dan reflecteert hij ook nog het licht wat wel binnenkomt. Ja. Dus dat is denk ik ook wel chill. Inmiddels is het de volgende dag. En ik wilde jullie dit nog heel graag laten zien. Het is dus nog niet opgeruimd. Maar ik heb wel gemerkt dat ik heel graag weer mijn make-up tafeltje voor het raam wil. Omdat het gewoon het allerbeste licht is om je make-up te doen. Dus ik denk dat in ieder geval die hoge ladekast en mijn kleine bureau bij het raam blijft staan. Of dat nou aan die kant is of die kant. En in deze ladekast komen dus weer allemaal producten voor de webshop voor Self Love Studio. En die zitten allemaal in deze dozen. Dit zijn ook verzenddozen ervoor. Deze moeten nog aan de woonkamer. Maar hier kan ik natuurlijk ook mijn ringlamp en mijn statief goed kwijt. Dit moet ook allemaal nog weg. Ik denk trouwens dat dit echt een super goede plek is voor de stekjes. En ik heb dus ook eventjes mijn luchtbevochtiger hier weer neergezet. Dus als het nu niet goed gaat komen ermee, dan weet ik het ook niet meer. En qua parfum doe ik vandaag eventjes Gucci Flora op. En ga ik deze video editen, zodat die voor mij overmorgen online kan. En ik vind het echt heel erg fijn dat we weer eventjes bijgepraat zijn. Tenminste, ik heb hier tegen mijn camera gepraat. Maar je mag me gerust bijpraten in de comments over jouw leven. In ieder geval wil ik je natuurlijk weer bedanken voor je support. Je kan je abonneren op mijn kanaal als je de verdere verhuisvlogs, huisvlogs niet wil missen. En hopelijk tot bij de volgende video. Doei doei!